aarde en we hebben de zon. Ja. Die aarde, als je goed kijkt, die staat eigenlijk niet helemaal recht op zijn as. Nee. Dit is de as, die staat enigszins scheef. Ja. En dan staat de evenaar dus ook enigszins scheef. Ja. Ja. Dat maakt dat wij seizoenen hebben. Als die aarde rechtop zou staan en hij draait gewoon altijd zo, met de evenaar altijd recht, dan heb je geen seizoenen. Dus omdat wij scheef staan, hebben wij seizoenen. Nou, wat gebeurt er nou op het moment dat het, heb ik hier vooraan kunnen, ook heb ik alleen opgetild, dus ik weet niet of het nog, ja, het geldt nog wel. Maart, 21 maart. Nou, even kijken, ik heb hier een zon gekregen. Ja. Die ik wat dichterbij, want we kunnen het beter zien. Is het ja, allemaal goed te volgen? Oké, de zon schijnt op de evenaar. Ja, dat zien jullie natuurlijk net niet. Jawel, wij zien het op het scherm. De zon schijnt op de evenaar. Ja. Op het moment dat het winter wordt. Wacht even. Ja. Oh, dan moet ik vooruit draaien. We gaan naar de zon. Ja. Is de evenaar? Ja. Op het moment dat het zomer wordt, dan zie je dat de zon ten noorden van de evenaar zit. Dit is juli. Juist. Dan zit hij hier. Dit kan draaien, hè? Dan hebben we Nederland. Dus dan zit hij op 23 graden noordenbreedte, staat de zon. Ja. Dan wordt het herfst en dan schuift de zon weer naar de evenaar. Ja. 21 september gaat hij precies over de evenaar heen. Ja. En dan gaat hij naar de zuidelijk halfrond. En dan is het daar zomer en bij ons winter. Ja. Nou, op het moment dat hij over die evenaar heen gaat, het exacte moment, dat is de astronomische lente. Of de astronomische herfst. En dat is rond 21 maart. Maar voor meteorologen is dat een beetje lastig. Want als het ene keer 20 maart is en de andere keer 22 maart en dan weer 23 maart. Hoe ga je dan al die weersverschijnselen precies in statistieken weergeven? Ja. Daar moet je afgeronde maanden voor hebben. Juist. Dus vandaar dat wij december, januari, februari zijn de wintermaanden. En tegen die tijd dat jullie het zat zijn, doen wij alvast de lente. En dan heb je dus maart, april, mei is onze lente. En dan begint onze zomer. Dus wij rekenen met volle hele maanden. En dat maakt dus weer mensen altijd zo optimistisch. Ja. Dat begrijp ik, want jullie lopen gewoon altijd een beetje voor. Ja, ja. Ja, nou ja, dat valt natuurlijk altijd heel veel over te vertellen. In het voorjaar, zeg.